Het rijke erfgoed van de Maas- en Waalse kastelen komt opnieuw tot leven. Het Huis de Druten, het Huis de Leeuwen en Huizen Horsen hebben een rijke geschiedenis. Na 30 jaar onderzoek brengt amateurhistoricus Peter Fontijn zaterdag zijn boek uit voor het grote publiek. Eerder zijn er al boeken verschenen van de verschillende kastelen. Maar nu heeft hij een boek geschreven waar alle drie de kastelen aan bod komen. Maar dat Peter 30 jaar geleden begon aan dit project is geen toeval. Ik kocht een huis in 1993 in Druten, wat gebouwd was in 1866. En niemand kon me iets vertellen van de geschiedenis. En dat triggerde me. Toen besloot ik dat uit te zoeken. Van het een kwam het ander en het werden uiteindelijk boeken over kastelen. Drie kastelen. Deze kastelen zijn tussen 1750 en 1926 ernstig beschadigd door dijkdoorbraken en overstromingen, waardoor ze grotendeels gesloten moesten worden. En boven Leeuwen is nog wel een deel van het adellijk huis te zien. Het is begonnen met het Huis te Druten. Het kasteel wat in Druten stond op de kasteelplaats, gesloopt in 1870. Daarna heb ik dit boek gemaakt over het Huis te Leeuwen en tenslotte Huizen Horsen in de gemeente Horsen. Peter beschouwt deze boeken als zijn levenswerk en vindt het belangrijk dat deze geschiedenis wordt doorgegeven. Monumenten zijn leuk, de verhalen zijn leuk. Als je de brug overrijdt in Nijmegen zie je de Stevenskerk. In Druten zie je de Ewaldekerk. Hier heb je een adellijk huis. In Druten had je dat ook. Monumenten geven mensen een thuisgevoel. En niet alleen stenen zijn belangrijk, de materie, maar vooral ook de emotie. En die verhalen heb ik opgeschreven en kunnen nu worden doorgegeven. Voor hem was het ook essentieel om de bewoners van de huizen weer te geven. Drie van deze bewoners hebben dan ook een plek op de kaft van het boek gekregen. Ik heb geprobeerd een beetje diverse omslag te creëren. Om te beginnen hebben we daar Johan Hendrik van Delen, de heer van Druten en Horsen. Dan hebben we daar de echtgenoten van Jan Bouwens, die het huis te Horsen bouwde. En in het midden zien we een gekleurde man, zijnde de slaaf van Adriaan Boezes, indertijd de heer van het Huis te Leeuwen. Zo rond 1800 rende deze negerjongen als eerste kleurling waarschijnlijk over de dijk, de Waalbandijk, die van Druten naar Leeuwen loopt.